Zullen we even beginnen met een klein stukje uitsnijden gewoon? Wat gaan we doen? Om er weer in te komen. Ja, om er even in te komen. De techniek die ik gebruik, dat noemen we de kerfsnede techniek. We kerven in het hout met een met messen en met een steekmes. Ja. We beginnen gewoon even met een nieuw randje. Een nieuw randje? Ja. Houtsnijders en houtdraaiers zijn er veel meer. Dat kerfsnee houtsnijwerk is eigenlijk een beetje vergeten volkskunst. Dat houtsnijden zit bij ons in de familie. Mijn grootvader heeft het ook al gedaan. Dus ik heb er al van jongs af aan kennis mee gemaakt. En voor mij is het ook leuk om het weer door te geven aan toekomstige generaties. Dat het niet verloren gaat. Want misschien moet je hout iets draaien. Er is heel weinig op papier gezet. Men maakte de voorwerpen na die men in huis had. Eigenlijk van vader op zoon. Dus die traditie die was er al. Ik bouw voort op de traditie die er al is. Er zijn vele mogelijkheden. Ik vind het toch wel leuk als het uiteindelijk nog herkenbaar is, als dat het uit die traditie voortkomt.